Hier is Bridget. Welkom allemaal. Ze vonden het zo ontzettend leuk dat ik pas een helm op had dat ik er nu ook mee mag beginnen. Welkom bij Big Brother Live. Het is echt voorlopig nog geen carnaval, maar... Wat was dat? Hoort dat erbij, Alaaf? Zo. Ja. Staat ie? Ja hoor. Het heeft alles te maken met de nieuwe weekopdracht. De bewoners krijgen vanavond natuurlijk weer een nieuwe weekopdracht en die moeten hun licht hierover laten schijnen. En ook moet er vanavond natuurlijk weer iemand vertrekken. En wordt het Janine, Jeroen of wordt het Sammy? Je kunt nu nog stemmen op jouw favoriete bewoner. Jij beslist wie er in het Big Brotherhuis mag blijven. Stem op jouw favoriet. Voor Janine bel je 0909-8851 of sms Janine naar 1010. Voor Jeroen bel je 0909-8852 of sms Jeroen naar 1010. Voor Sammy bel je 0909-8853 of sms Sammy naar 1010. Steun dus jouw favoriete bewoner en maak kans op één van deze vijf Motorola Pebble telefoontoestellen. Janine, Jeroen en Sammy dus, dat zijn de genomineerden voor vanavond. En eigenlijk is Jeroen de enige van die drie die door zijn medebewoners is genomineerd. Want Sammy, die nam de Big Brother hotline op. Die staat niet alleen nu genomineerd, maar ook de komende drie weken als hij erin blijft. En ook Marlies, die werd wel genomineerd door de medebewoners, maar gebruikte haar joker en liet Janine haar plaats innemen. En hoe zit het nou eigenlijk ook weer precies met die joker? Op het eerste gezicht lijkt een joker een wapen dat je beslist in handen wilt krijgen. Je kunt er namelijk op een strategisch moment een tegenstander mee uitproberen te schakelen. Degene die zometeen die joker heeft, die dat altijd zijn een heel grote macht krijgen. Onder elkaar doen de bewoners er vrij luchtig over. Alsof ze er geen enkele belangstelling voor hebben. Het is zo normaal als je daar geld gaat bieden ervoor. Maar in de dagboekkamer leggen de bewoners hun kaarten wel op tafel. 25.200. 29.200. Wie zelf naast de joker heeft gegrepen, laat het er niet bij zitten. Er worden complotten gesmeed om de bezitters uit te schakelen. Nou, er is maar één manier om het aan te pakken, door er op de bank te zitten. En wie hem heeft, voelt zich in het nauw gedreven en door twijfel verscheurd. Oh, ik moet het nu zeggen. De joker inzetten betekent wel dat je een ander in jouw plaats moet nomineren. Geen probleem, that's the way it is. That's the way it is, zegt Janine. Nog eventjes gezellig. En ik zit weer bij de ouders van Janine. En voordat ik iets wil zeggen over Janine, wil ik je natuurlijk eerst even van harte feliciteren. Want op jouw verjaardag is je kleinzoon geboren. Ja, heel leuk. Wauw. Kan niet mooier, hè? Kan niet mooier. Ja. En kijk eens. Oh, wat leuk. We hebben een lief hondje. Wat leuk, heel leuk. Hoe heet hij helemaal volledig? Jeremiah. En hij had nog een naam, toch? De Gelo. Want die kon ze niet uitspreken. Nee, dat is ook fout. Op de kaart geschreven. Oh, zet dus het is Jeremiah Di Gelo. Ja. Prachtig. En gezond ventje? Ja hoor. En hoe maakt mama het? Goed, ook goed. Nu gaat het beter met haar. En hij drinkt goed, hij groeit al lekker. En je zou denken, misschien wil Janine wel heel graag naar huis om hem te zien. Misschien. Misschien. Maar nooit. Want ze staat genomen. Ja, zo kan je van nu geven zo. Jezus, je knie past er net in. Hè? Prachtig, schattig, hè? Big baby. Hoeveel heeft hij eigenlijk? 7 pond. Oh, nou, dan verzuipt hij er nog een beetje 50, in. En 50 centimeter lang. Maar wat nou, wat denk je dat Janine ervan vindt dat ze uiteindelijk door de joker van Marlies nu is genomineerd? Want ze is niet door de medebewoners genomineerd. Wat ik denk... ik denk dat ze het eigenlijk niet zo leuk vindt. Nee. Ze was eventjes bevriend met Marlies. Ja, eventjes zo. Ja, ja, ja. Heel even, hoor. Ik denk papa dat ze het persoonlijk niet leuk vindt, maar ja, het is een spel. Part of the game. Precies, als je door de medebewoners wordt genomineerd, denk ik dat het dan anders is. Dat denk ik ook. Maar dat gaan we misschien nog meemaken, want misschien mag ze erin blijven. Ja, wie weet. En wordt ze ooit nog genomineerd door de medebewoners. Nah. Jongens, geniet in ieder geval van de baby en misschien ook straks van Janine. Dat weten we nog niet. Ik ga even naar mama, Sammy. Dag, mama. Hoe is het? Goed. Jullie zijn vastgeschrokken.
Waarom neemt hij nou die telefoon op? Die moet er één nemen, dus... Ja, je moet er één nemen, maar hij was het wel weer. Het was ook wel Haantje de Voorste, hè? Rennen! En toen stond hij daar en toen dacht hij... ik weet eigenlijk helemaal niet of hij wel zo slim is. Wij wisten dit, hij gelijk pakken. Ja? Zo is hij? Ja. Maar het had natuurlijk ook iets heel positiefs kunnen zijn. Ja, maar hij is zo. En wat nou... dag, broer. Hi. Ja, goed. En jij hebt geen zender, hè? Nee. Mama heeft alleen een zender. Maar daar is de microfoon. Oh, jee. Want wat nou? Wat nou? Ja. Want mama moet alweer bijna huilen. Dus ik denk, laat even. No. Wat nou? Ik ga je huilen? Nee, niet. Nee, toch? Nee, hoor. Maar als hij eruit moet en Micheline blijft achter... Ja. Gaan ze dat trekken? Oeh. Gaat ze dat trekken? Ja. Zeker. Daar zit familie, dus zus van Micheline. Ja. Ik zou het niet weten, eerlijk gezegd. Gaat Sammy een trek om haar terug te zien terwijl hij er niet bij is? Ja, dat weet ik niet. Dat is misschien wel moeilijk, want het is een mannetje, hè, over zijn vrouwtje. Vind je? Vind je niet? Oh, jawel. Ja, dat dacht ik wel. Zit dat in de familie of ben jij veel makkelijker? Nee. Het zit niet in de familie, geloof ik. Toch maar. Altijd als iets negatiefs klinkt, als iets negatiefs. Nee. Maar het is helemaal niet zo negatief. Hij bedoelt het goed. Hij houdt gewoon heel veel van er. Tuurlijk. We draaien er altijd wel iets positiefs van. Ik ga even met het huis praten. Want daar is de spanning natuurlijk weer om te snijden. Oh, kijk, Micheline zit er ook gezellig bij. Die denkt, oh, straks gaat hij, mijn mannetje. Oké. Okay. Ja, ze moeten ook niet zo kinderen als ze hebben gefeest het weekend. Hallo. Hallo. Hebben jullie allemaal een beetje een katertje? Klein. Nee. Laten we even naar Etienne gaan. Hoi. Hi. Hoe vond jij het feestje? Heel gezellig. Ja, hè? Je had het heel erg naar je zin. Ja, ik wel. Nou, Sabrina had het ook heel erg naar de zin. Yeah, baby, yeah. Ja, hier hebben we misschien nog niet alles gezien van vanavond. De mensen die hier in de zaal zitten. Dus die weten misschien nog niet alles. Maar die klets ik wel even bij het komende uurtje. Oh, yeah. Ja, dat moet je door. Komt helemaal goed. Even de genomineerden. Allereerst, Sammy. Yes. Hoe voel je je over de hotline? Ja, het is weer bad luck. Op dag 1 was ik al genomineerd vanwege die actie in de dagboekkamer. Nu die telefoon. En het is nu een naar gevoel, maar ik zal eraan moeten wennen, denk ik. Ik heb nog na dit, als het goed is, 3 keer te gaan. Ja, als je die 3 keer inderdaad redt, absoluut. Ja. Dan even naar Janine. Ja, hallo. Noodlottig niet door je bewoners worden genomineerd en dan de joker in ontvangst nemen. Ja. Ja, je kon niet veel anders. Nee, that's life. Ik kan er niet meer van zeggen. Echt, that's life. Nee, je precieze woorden zijn dan altijd, het is oké, lieverd. Ja, nee, maar dat is het ook. Het is oké, lieverd. Wat meer kan ik zeggen, wat meer kan ik doen? Het is gewoon accepteren en verder gaan en hopen en zien. En het hopen dat er het beste van komt. Meer kan ik er echt niet van maken. Ben je zenuwachtig voor vanavond? Absoluut, absoluut. En dan Jeroen, die zit al voor de 2e keer op de bank. Die is ook als enige echt genomineerd door zijn medebewoners. Ja, denk je dat dat anders voelt? Dan bijvoorbeeld zo'n nominatie als Janine heeft? Ja, ik denk dat het gewoon per persoon sowieso verschillend voelt. Maar uiteindelijk hetzelfde gevoel dat het gewoon heel spannend maakt. Dat je erin kan blijven en dat je ook heel dicht weer bij huis bent. Dat is het hele dubbele gevoel. Zou je naar huis willen dan? Ik zou absoluut niet naar huis willen. Nee, maar op het moment dat je op de bank zit, dan ben je er wel mee bezig. Ik geef het even door hier, dat je niet naar huis wil. Dankjewel. Ik spreek jullie straks. En wie weet heb ik dan een uitslag of nog niet. Blijf gewoon lekker wachten. Ja, er valt van alles uit mijn oor. Laat maar liggen. Niet, het is niet heel raar wat er uit mijn oor valt. Nee, het is de regisseur. Jij beslist wie er in het Big Brotherhuis mag blijven. Stem op jouw favoriet. Voor Janine bel je 0909-8851 of sms Janine naar 1010. Voor Jeroen bel je 0909-8852 of sms Jeroen naar 1010. Voor Sammy bel je 0909-8853 of sms Sammy naar 1010. Steun dus jouw favoriete bewoner en maak kans op één van deze 5 Motorola Pebble telefoontoestellen. Zometeen.
Wat spontaan in één keer zo. Wat schattig. Zometeen een nieuwe pittige weekopdracht voor de bewoners. En wie zal er moeten gaan vertrekken? Is het Janine? Is het Jeroen? Of misschien toch Sammy? Heel graag tot zo. Ik ben stiekem in het huis geklommen, echt. De bewoners zitten hiernaast. Die hebben de hele dag niet in de lounge mogen komen omdat we dit moesten opzetten. Wat het precies is, weet ik niet, maar ik heb wel overal jeuk de hele tijd. Ik ben namelijk een beetje bang voor de schurft die hier vorige week is uitgebroken. Dus eigenlijk wil ik hier wel zo snel mogelijk vandaan. Wat sta ik hier te doen, leg ik zo uit, maar waarom het hier staat, dat vertelt Tijn je even. Ja, ik moet zo'n hamsterwieltje hebben, zeg maar, dat ik gewoon even kan kuren. Ja, zo'n ratje, weet je wel, als je vroeger zo'n hamster kreeg van je ouders, dan had je altijd zo'n ratje, zeg maar een loopband, alleen dan voor een hamster. Ik kan natuurlijk niet te hard praten, want dan horen de bewoners me hiernaast. En dit rat maakt ook al geluid. Maar Tijn, je beweging krijg je. De bedoeling, dit rat moet tot en met donderdag elke 24 uur van de dag ronddraaien. Zo hard dat het lampje brandt. Zodra het lampje uitgaat, is de weekopdracht mislukt. 24 uur per dag, tot en met donderdag. Nou, ze krijgen genoeg beweging, geloof me. Dat kan best wel zwaar worden. Dan even iets anders. Gisteren hadden Sammy en Micheline precies een half jaar verkering. Wij vieren hier helemaal niet in het Big Brother huis, maar we wilden toch even laten zien hoe het is om als liefdeskoppel in het huis te zitten. Je kan zelfs joggen. Het lijkt romantisch en leuk als liefdeskoppel het Big Brother huis in. Maar zo makkelijk is het niet. Kleine irritaties. Jij weet het als het allemaal zo goed. Ja, luister dan ook een keer naar me. Dat doe ik altijd. Hielp het of hielp het niet? Ja, maar ik moet altijd luisteren. Ja, nee. Ik moet altijd luisteren. Ja. Medebewoners die jaloers zijn. Sammy en Mies frutten aan elkaar. Oké. Beetje jaloers. Het verschil tussen man en vrouw. Hij wil wel, maar zij niet waar de anderen bij zijn. Zullen we gaan seksen vanavond? En bij een flinke ruzie. Omdat ik daar nu geen zin in heb. Nou, dat is niet prima. Jawel, wat maakt dat nou uit? Geen zin. Oh, je hebt zoveel nou, te doen. Nou, dan doe ik nu iets anders aan. Geniet iedereen mee. Ik bedoel, waar gaat het over? Ja, waar gaat het dan over? Loop gewoon weg en dan kom je... Zoek lekker zelf uit en dan met je kut eruit. Leeft iedereen mee. Maar daar straks wel weer over, hè? Ligt aan. Niet zo liggen drammen, pik. Gaat het niet uit? Ja. Maar heeft iedereen ook een mening? Voor hem dus het ergste. Ja, nee, maar dat moet je hem straks gewoon rustig vertellen, weet je. En zelfs als je het dan uitpraat... kun je nog niet ongestoord genieten van de goedmaakseks. Zo. Hè? Wat raar dat ik nou buiten adem ben en jij niet. Heel apart. Zeg, die Sammy en Micheline gaan heel ritmisch soms de keer. Het valt toch wel mee? Zag je dat niet? Nee. Dat ging heel ritmisch. Oh, nee. Ja, daar let ik denk niet zo op. Nou, dat zie je toch. Nee, dat wil ik niet zien. Nee, omdat het je zus is? Een kleine zusje, dat kan niet, hè? Oh, dat ook nog. Ja, dat gaat niet. Maar gaan ze normaal in het dagelijks leven ook zo met elkaar om? Niet in dat bed, dat hoef ik niet te weten, maar... gewoon zo'n beetje kiftend en ruziemakend. Ja, hoort erbij. Mijn zusje kan niet anders. Oh, het hoort echt bij haar karakter ook. Ja. Maar ook bij die van Sammy zijn we net achtergekomen. Ja, daarom. Ideaal stel dan zo, hè? Ja, zou je denken. Maar alleen maar ruzie is natuurlijk ook niet echt leuk. Daar word je hard van. Hey, hoe zou Micheline het vinden als Sammy vanavond het huis uit moet? Ja, ze vindt het natuurlijk wel hartstikke jammer, maar... ze gaat wel gewoon ze zakt niet in of zo. Nee? Nee, ze kan goed voor zichzelf zorgen. Ja. Krijgen we dan een ander meisje te zien? Ja, misschien dat ze toch wat meer voor zichzelf opkomt. Wat meer naar buiten. Ja. Dus het kan ook best wel leuk zijn. Ja, of niet? Zo'n kijker. Ja, oh. Nee, oh, een hele liefhebbende zus, hoor ik al. Nee. Wat hoop je? Ik hoop natuurlijk dat hij blijft. Ja,
Oké. Nou, ik heb er niks over te zeggen. We gaan het straks merken. Ook deze keer, deze week, kregen de genomineerden natuurlijk een traditioneel afscheidsetentje. Alleen deze keer mocht echt iedereen mee eten. Dat was natuurlijk niet zomaar. Er zat weer een bedoeling achter. Ja, en er moesten nog een paar harde noten worden gekraakt. Het exit-diner wordt een drama als Sammy opbiecht hoe hij Janine het huis uit probeerde te krijgen. Ik heb gespeculeerd over wie Marlies zou nomineren op de bank zou zetten. Toen zei ik van ik denk dat zij dan Janine erop gaat zetten. Dan nomineer je mij gewoon, maar dan denk ik echt bij mezelf van ja. Ik heb net uitgelegd shit. Als je dat nog steeds niet wil snappen dan... Dat heeft niks met willen snappen te maken. Ik snap het wel degelijk, ja, schat. Okay, ik snap het wel degelijk. Hè? Oh, in dit geval heb ik echt eens gelijk gehad vanaf dag 1, ja. Heb ik echt gelijk gehad vanaf dag 1. Ik heb altijd maar te blerren, te schelden en te doen. Maar heb je ooit wel een spiegel voor je neus gehouden? Ja. Ik heb die spiegel elke dag nog voor mijn neus gehad. Elke dag heb ik hem voor mijn neus. Elke dag. Ja. Maar in dit geval denk ik echt bij mezelf, wow, heel leuk. Als hier iemand op te zeuren, dan ben jij het, Janine. Er valt een dodelijke stilte. Big Brother probeert te redden wat het te redden valt met een vrolijk toetje. Maar de toon wordt gezet door de voortslepende ruzie van Sammy en Tijn. Glas kapot. Zwarte cobra. Je bent gewoon een bitch. Als er nu iemand echt weggaat, vind ik het dus echt heel erg. Van alle drie. Kijk, met heel en Melis, dat maakt het niet zo heel erg veel uit. Maar Jeroen, ik zou het heel kloten vinden als je eruit gaat. Maar ik hoop echt dat... dat ik met jou tot het einde mag blijven. Kom jij. Ja, erg kut zoals het nou gaat. Ik vind jou nog steeds een bijzonder iemand. Ik denk dat onze ego's af en toe te groot zijn voor een gewone deur. Ik zou het heel erg vinden als je weg zou gaan, want van, ook al sta ik er nou nog niet voor open, ik wil wel dat het verandert. En als je morgen zou gaan, dan is die tijd daar niet voor geweest. Ik heb altijd een beetje opgekeken tegen jou. Laat mij maar even. Je weet ook dat ik het soms moeilijk met je vind. Maar ik... Als iedereen je supergoed zou leren kennen, dan zouden ze precies weten hoe of wat. Dat vind ik soms moeilijk om hier te zien. Omdat ik de enige ben die dat sowieso weet. Nou, we moeten allemaal in de prinsessenkamer slapen. Hey! Ja. Zielig, hè, Marcel? Ja. Even janken met z'n allen. Moet af en toe ook. Ja, als ze er behoefte aan hebben, moeten ze doen. Ja, ze hebben aan heel veel dingen behoefte de laatste tijd. Oh, dat ze met z'n vieren in bed hebben gelegen. Heb je vanavond gekeken? Nee, ik was onderweg. Ik moet vanavond even naar de herhaling kijken. Okay. Maar ik zal wel vast een stukje laten zien. Een klein stukje vast van Etienne, samen met Jeroen. Je weet niet wat ik meemaak in die buitenwereld. Je weet niet waar ik mee te maken heb in die buitenwereld. Echt niet. Je weet niet waar ik in leef, Jeroen. Echt waar. Heb jij geen vrienden? Ja, natuurlijk hebben we vrienden. Maar, ja, maar die van jou kunnen begrijpen als jij een homo aardig vindt. Als je een homo aardig vindt. Ja, nou. Mijn beste vrienden begrijpen het wel, maar die jongens die ik nodig heb, die begrijpen het niet. Echt waar, ik kan niet zonder die jongens. Ja, voor ons is het een beetje een wartaal. Begrijp jij beter wat Etienne bedoelt met de jongens waar hij niet buiten kan? Nee. Nee, dat weet ik ook niet. En zijn beste vrienden, die ken je wel? Die ken ik heel goed. En die begrijpen het ook niet. Dus, Wat hij zegt hier, begrijpen we het ook niet? Nee. Oké, want die had het al gezien. Dit heb ik gezien op internet, ja. En wat zeggen zijn beste vrienden hier dan over? Die snappen dat ook niet, dus... ik weet het niet. Als je hier ooit een keer uitkomt, dan ga ik hem wel vragen. Dan zal ik hem denk ik wel vertellen. Ja.
Ja, het is best apart natuurlijk, ja. Dat je ergens bang voor bent of dat je ergens... Hij is ook 19, misschien wil je dan ook graag ergens bij horen. Misschien wel, maar ik denk dat is ook die avond veel drank op emotie... en dat er misschien iets, zoiets wordt zo gemaakt gewoon door hemzelf van, hè? Gewoon emoties. Dus ik denk dat het allemaal wel meevalt. Ja, nou, oké, laten we dit dan voor lief nemen. Maar of het echt allemaal meevalt, want later op die avond... Etienne is nog steeds Etienne is Etienne, En hij is denk ik op zoek naar Sabrina, denk ik. Maar hij komt aan in een... Nee, maar hij komt aan in een kamer... Ja. Waar Sabrina helemaal niet is. Ja. Maar Monique en Rick wel. Ja. En die liggen daar vast nog even naakt. Maar Ruijmer komt zo binnen, moet even kijken. Ja. Nou, voel maar, ben ik naakt of ben ik naakt? Nee, je bent wel naakt, maar ik wil een wipje maken met jou. Ja, dat moet je zelf weten. Ja, ik wil het. Maar ik neuk jou, jij mij niet. Laat me zeggen, je weet welke serie mijn serie is. Ja, zou ik maar vragen, hoe zou je het vinden als Rick je schoonzoon hoort? Nou, ik wil wel zeggen, ik vind Etienne wel, dat viel me wel op, een hele sociale jongen eigenlijk, dat hij naast een jongen in bed gaat liggen die schurft heeft. Dat vind ik sowieso heel positief. Ja, laten we eerlijk zijn. Ja, of hij vindt hem gewoon zo leuk dat het hem niet uitmaakt. Zou ook kunnen. Ja. Het is een moderne jongen ook, toch? Absoluut, absoluut. Maar je weet het nooit welke kant op kan gaan. Nee, dat zien we wel. Want later kwam Mars erbij, was dat ook weer goed genoeg. Ja. En toen kwam weer... Ik loop op iedereen. Het maakt er echt niet meer uit. Oké, nou, hoe gezellig het ook is daar... uiteindelijk gaat het natuurlijk maar om één ding in het huis. En ook vanavond zeker. Wie gaat er winnen en hoeveel geld wint hij of zij die tot het einde overblijft? Laten we even gaan kijken hoe het zit in iedereen zijn kluisje. Janine heeft haar 30.000 euro nog. Melissa is vertrokken en heeft 22.500 euro in haar kluis achtergelaten. De zusjes Sabrina en Monique hebben ook allebei nog 30.000 euro. Tijn kocht een joker en heeft nog 800 euro in zijn kluis. Sammy heeft zijn 30.000 euro nog. Etienne heeft 45.000 euro. Hij kreeg de helft van het geld van zijn vader. Jeroen is de rijkste bewoner. Hij heeft 52.500 euro. Hij kreeg de helft van het geld van Melissa. En zij had ook weer de helft van het geld van haar moeder Hilde gekregen. Marcia heeft ook nog 30.000 euro. Marcel heeft 15.000 euro in zijn kluis achtergelaten. Michelin heeft nog 30.000 euro. En ook Egbert heeft zijn 30.000 euro nog. Hilde heeft bij haar vertrek 15.000 euro achtergelaten. Marlies heeft nog 4800 euro na aankoop van de joker. En Rick, hij heeft nog 30.000 euro. Big brother is watching you. Nou, zoals we het nu hier zien, zien we dus wel degelijk dat Jeroen echt een rijke stinkert is. Die heeft 52.500 euro gewoon even in zijn kluisje staan. En de armste op dit moment is Tijn met 800 euro. Die heeft natuurlijk heel veel voor zijn joker uitgegeven. En totale prijzengeld van Big Brother 2006 was 450.000 euro. Daar gaat natuurlijk het geld van de jokers vanaf, van Marlies en van Tijn. Dus nu zit er op dit moment nog 395.600 euro in. Dus er is nog een paar ton te winnen voor de winnaar van Big Brother 2006. Maar dat geld wat nu is achtergebleven in die kluisjes... dat hebben we ook nog hard nodig voor de eindfase van deze Big Brother. En dan over geld gesproken. Iemand die heel erg bezig is met het spel is Egbert. Ik heb het hem al een paar keer... verteld en ook met jullie erover gehad. Zijn sleutel viel achter de kast, dat kunnen we allemaal nog herinneren. Ja, hij kan niet heel goed voorlezen. Dat is niet echt zijn sterkste punt. Hij zat dagen in een kano. Nou, dan moet je ook machine hebben. En daardoor zouden we bijna vergeten dat hij samen met zijn dochter Marcia het huis in is gegaan om juist aan hun relatie te gaan werken. Marcia en haar vader Egbert hebben samen veel meegemaakt. Marcia de man. Zo. Mijn ex-vrouw. Een paar weken in coma geleden. En na een paar maanden moest ik echt weer gaan werken. En toen heeft Mars eigenlijk sluimerend gewoon het hele gezin overgenomen. Egbert kan zijn dochter maar moeilijk loslaten. Ik ben benieuwd wie er nog verliefd wordt op wie en wie er nog gaat liggen. Ik word zeker nog verliefd op mijn dochter. Maar Marcia gaat liever haar eigen weg. 22.500. We hebben daar overleg in gehad, ja. En hij heeft een hele andere mening. Je hebt gedraaid, of niet? En ze laat zich ook niet voor het karretje van haar vader spannen. Het is jullie gevoel en dat moeten jullie echt absoluut helemaal zelf weten. Marcia spaart haar vader niet wanneer hij een van zijn blunders begaat. Eigenlijk ben je ook een eikel, want er is 30.000 euro weg.
Soms zet Masha haar vader op zijn nummer. Jij bent degene die reageert, hoor. Dat ik het allemaal niet begrijp en er tegenin ben. Oké. Okay. Ja, dat doet toch... Jezus, pa. Dat is even normaal. En blaast dan stoom af bij haar leeftijdsgenoten. Want toen werd hij pissig en ik werd gewoon pissig over dat. Ik zeg, ja, maar je kan het niet handelen, het spel, om erover te praten en dag. Ja, dat kan ik wel. Ik kan echt wel wat handelen, dus fuck off. Masha ontloopt haar vader zelfs een beetje. Mijn dochter weer is gesproken sinds lange tijd. Maar als hij als muurbloempje dreigt te eindigen, laat ze hem toch ook niet aan de kant staan. You are my inspiration. Ze wilden het huis in om te gaan werken aan hun relatie. Dit is mama Masha. Dit is mama Masha. Denk je dat het een beetje lukt? Want ze wilde niet alleen aan een relatie werken, maar ze wilde een beetje loskomen van elkaar. Goede plek om dan samen het huis in te gaan, dacht ik zo. Maar lukt het een beetje? Ik denk dat het op een gegeven moment al gaat lukken, ja. Maar Marcia is inderdaad even de kat uit de boom kijken en af en toe even die aanvaring aan. Maar dat gaat met de tijd wel lukken. Maar ze hoeft niet de kat uit de boom te kijken wat betreft haar vader? Ja, nee. Kijken met wat hij komt alvorens ze gaat reageren. Dat wacht ze gewoon even af. Vind je dat ze het goed doen? Ik vind dat ze redelijk goed gaan, ja. Zijn ze zichzelf? Ze zijn inderdaad zichzelf. Dat kan je niet altijd van iedereen zeggen in het huis. Nee, dat geloof ik best wel. In het begin was Marcia een beetje timide. Op een gegeven moment kwam ze toch uit de hoek. En ja, daar is echt dan... De dupe van eigenlijk. Meer nou, maar je ziet als hij dan in zijn eentje staat of als muurbloempje eindigt, dat ze ook wel gelijk naar de vader toe. Ja, gaan. Ze zoeken elkaar altijd op. Ja. Klopt. Schat, dan ben je trots als je ze ziet. Jawel, zeker. Goed zo. Nou, lekker blijven kijken. Gaan we even met ze praten? Ja. Gaan we even naar het huis? Want ik ga ze nog helemaal niks verklappen. Wij weten natuurlijk nog helemaal niks. Maar ze zitten er een beetje timide vandaag bij. Hallo? Hallo. Het is echt een grafstemming bij jullie, zeg. Hallo. Ja, hoe komt dat? Zenuwachtig. Ja, spanning, hè? Zenuwachtig. Ja, maar de andere keren was het toch ook spanning? Waarom is het nu extra spannend? Of vergis ik me? Het wordt steeds spannender. De groep wordt steeds kleiner. En het wordt steeds hechter. Steeds hechter. Drie mensen en, op de bank. Drie verschillende mensen. Drie totaal verschillende mensen, laat ik het zo zeggen. Ja. Want er zijn nu 6,5 weken voorbij. Rick, ik hoorde jou al net eventjes zeggen, het wordt steeds moeilijker. Komt dat ook door die tijd die je met elkaar doorbrengt? Ja, het wordt wel. Je gaat elkaar steeds beter leren kennen. En ja, het maakt het gewoon moeilijker. In het begin heb je heel sterk van met wie je over wil blijven. En ja, nu wil je eigenlijk gewoon met iedereen overblijven. Gek, hè? Ja. Zou dat ook iets met drank te maken hebben soms? Ja, in sommige gevallen wel. Want wie mocht je zeg maar voor je eerste slok niet en daarna wel? Nou, ik denk dat je op Etienne doelt, maar dat was daarvoor al aan het veranderen, hoor. Niet nog een slok. Etienne, was dat bij jou ook het geval? Sorry? Was dat bij jou ook het geval? Drank maakt meer kapot dan je lieve? Nee, ik was politieagentje. Nee, ik bedoel dat hij ook daarvoor misschien dacht van nou, het hoeft niet en na een paar borrels op, dacht hij nou. Tegen mij? Ja, jij toch Etienne, of niet? Ik zit naar Janine begonnen. Nee, ik heb Rick altijd wel gemogen. Alleen, we hadden niet zoveel contact met elkaar. En, Ja, we hadden gewoon een gezellige avond. Maar dat is niks apart of zo, hè? Het was gewoon leuk. Helemaal niet apart, vinden wij ook helemaal. Daar doelen we helemaal niet op. Maar het werd in één keer heel close, heel lijfelijk. Zeg, even naar de genomineerden. Zitten jullie bij elkaar? Nee. Ja, ja, ik zie jullie naast elkaar. Kruip een beetje bij elkaar. Zo even dat je denkt, het wordt spannend. En dat is ook echt zo. Ja, dat was heel broederlijk. Dus je denkt, wij nou echt een knal voor de hoofd. Nee, maar even serieus, jongens. Het is een spannend moment. Kruip bij elkaar. Want het duurt niet heel lang meer voordat ik terugkom met een uitslag. Dus geniet nog even van elkaar, want het is misschien wel de laatste keer dat jullie aan elkaar zitten. Überhaupt. Ja? Prima. Oké. Tot zo.
Ja, want zometeen krijgen de bewoners natuurlijk te horen wat die nieuwe weekopdracht is. Dat en wie er moet gaan vertrekken als vierde uit het Big Brother huis. Wordt het Janine, wordt het Jeroen of wordt het Sammy? Ik heb net te horen gekregen dat het nog heel dicht bij elkaar ligt. Dus wil je dat jouw favoriete bewoner blijft, moet je echt nog even gaan bellen of gaan sms'en als je wilt. Dat Janine erin blijft, of dat Jeroen erin blijft, of dat Sammy erin blijft. Jij beslist wie er in het Big Brother huis mag blijven. Stem op jouw favoriet. Voor Janine bel je 0909-8851 of sms Janine naar 1010. Voor Jeroen bel je 0909-8852 of sms Jeroen naar 1010. Voor Sammy bel je 0909-8853 of sms Sammy naar 1010. Steun dus jouw favoriete bewoner en maak kans op één van deze vijf Motorola Pebble telefoontoestellen. Welkom terug bij Big Brother Live. De lijnen sluiten nu. Dus op dit moment gaan we de stemmen tellen. Wie zal er moeten vertrekken vanavond? Wordt het Janine, wordt het Jeroen of wordt het Sammy? Nou, alle moeders zijn hier weer vanavond. Dus moeder Janine, kom er gezellig even bij. Moeder Jeroen en moeder Sammy. Oh, nerve-wracking, hè? Oh, dan moet je ook nog op het podium. Hoe voelen jullie hem? Goed. Een beetje spanning. Ja. Beetje spanning. Is nodig, hè? Gezonde spanning. Ja, klopt. Dus dat hoort erbij. Het is een spel. Het is een spel. Oh, je gaat wel indekken. Het is een het is maar een spelletje. Je kan er maar één de knikkers winnen. Ja. Precies. Ja, maar gaat het daar alleen maar om? Nee, toch? Nee, tuurlijk niet. Het hoort ook een beetje binding met elkaar te hebben. En dat komt er misschien nu een beetje meer aan. Dus eigenlijk is het nu pas leuk om er echt aan te zitten, hè? Ja. Dus het liefst zeker blijven weten, ze allemaal alle drie, maar ja. Nou, we gaan het zo meteen bekendmaken. Eerst moet ik nog even zeggen dat de prijswinnaars die hebben meegedongen, die hebben gebeld. Het zijn er 5 in totaal. Die kunnen op internet gaan kijken of hun naam ertussen staat. En die winnen dan die telefoons. Maar dat is een leuk feitje, maar daar gaat het helemaal niet om. We gaan het omdraaien. We gaan naar de videowall. Moeder Jeroen ook mee? Ja, ik pak hem gewoon even zo. Okay. Draai. Oké, we hebben 3 balkjes. We hebben Janine, we hebben Jeroen, we hebben Sammy. Eentje moet eruit. Maar wie mag er sowieso blijven? Mag ik de eerste zien die mag blijven? De balkjes gaan lopen. Jeroen mag blijven. Sowieso. Met 48%. Nou, moeder Jeroen, gaat u lekker even zitten. Oh jee. Want die blijft er sowieso nog een week in. Oh jee, hoor ik al. Het gaat tussen Janine en tussen Sammy. Misschien komt hij zo naar huis. Is goed. Ja, is goed, hè? Dat is wel goed. Maar hij wil denk ik nog even bij Micheline blijven. Ja, door iedereen blijven. Ja, Janine wil ook echt blijven, hè? Het is gewoon een spel, hè? Ja, het is een spel, maar het is toch nooit leuk. Kom maar, jongens. Je moet elkaar nu kennen en dan moet je weg. Ja. Is Janine, is het Sammy? Wie mag er blijven? Wie moet eruit? Janine moet eruit! Ik had niet anders verwacht. Had je niet anders verwacht? Nee. Waarom niet? Wat ik allemaal op internet heb gelezen, dacht ik... het lukt volgens mij wel of niet. En uiteindelijk komt er toch een beetje in. Ze gaat. Maar ze komt zo wel naar huis. Ze komt naar huis, heerlijk. Jeremiah, ik kan ze lekker in de arm sluiten. Maar ik vind het geweldig dat ze die 46 dagen dat die volgehouden. En dat ze zich heeft afgesloten van de buitenwereld. En dat ook vind de leuke kanten van haarzelf heeft laten zien. Absoluut, want ze heeft dat fantastisch is gedaan. In het begin had ze het moeilijk, maar daarna is het heel goed gegaan. U gaat weer lekker zitten. Hè? Lachen weer. Ja. Hoeft niet meer te huilen. Neemt u ook nog even plaats. Ik ga er zo meteen halen. Ja. Maar ik moet ze eerst natuurlijk nog eventjes thuis gaan vertellen. Want jij hebt nog geen idee. Mijn favoriete moment altijd van de uitzending. Oh wel. Ja, ik doe altijd wel zo stoer. Maar ik vind het eigenlijk ook helemaal niet leuk, hoor. Wat is er, papa? Oh, sorry. Nee, niks. Ze komt bijna. Echt. Oh, hi. Oh, Simo. Hi. Hoi. Hoi. Ga even weer bij elkaar.
Ja. Kom op, even bij elkaar. Ja. Jeroen, jij ook. Ja. Janine krijgt een slappe lach, of niet? Oh nee, word je niet goed? Ik? Nee? Nee, het gaat nog. Oh, het gaat zo flauw vallen, maar dat is... Nee. Oké, jongens. De kijker heeft besloten. Janine, het zou leuk zijn als we jouw gezicht ook konden zien. Sorry. De kijker heeft besloten... dat Jeroen nog even mag blijven. Yes. Sammy en Janine, misschien moeten jullie elkaar dan even vastpakken, want het gaat nu tussen jullie. Ja, sorry, ja. Na 6 weken in het huis heeft de Big Brother-kijker besloten... En ze hebben moeten kiezen uit 2 turbulente mensen, 2 goede bewoners. Maar het is afgelopen voor... Janine. Janine, je moet in je eentje naar de dagboekkamer en neem zo snel mogelijk afscheid. Ik zie je zo. Don't worry. Dank je wel, schatje. Don't worry. Doe jij ook. Doe jij ook. Doe jij ook. Don't worry. Kus eraan. Nou, je goed, hè? Goed. Geniet ervan, hè? Ja. Doe je liever. Ja? Doei, schat. Zet hem op. Ja? Doei, liever. Doei. Ja, dat gaat wel lukken. Gaat lukken. Komt goed. Doei, schat. Doei, schat. Ik ben zo gered. Ik moet gaan, maar ik krijg op mijn kop. Ja. Doei, schatje. Mijn koffertje. Shit, zal ik denk even mijn koffer pakken, alsjeblieft. En je regenjasje niet. Doe maar, ik wist voor mij. Ja, ja, je goed kijken. Ja, jawel. Dan jullie kijken. Doei, schatjes. Doei, schatjes. Doei, doei. Doei, schatjes. Doei, doei. Doei. Oh, jullie gaan huilen. Hey, hallo. Hoi, hoi, hoi. Hoe is het? Gaat ze gangetje, gaat ze gangetje. Even geschrokken, maar ik ben er weer, ik ben er weer. Komt het is afgelopen. Goed. Ja, I know. Op een gegeven moment, ik heb genoten. Ik heb absoluut genoten. Je staat helemaal te shaken. Ja, ik sta ook te shaken, ja. Omdat ik niet weet dat ik gewoon weer naar huis... De kleine, de familie, heerlijk. Heerlijk, het was leuk. Ik heb echt genoten. Maar het is over, klaar. Meer kan ik er absoluut niet van maken. We gaan nog wel even genieten van jouw bijzondere momenten... terwijl wij teruglopen naar de studio. Ja, is goed. Je heb ik helemaal niemand. Weet je, ik heb gisteren de was gedaan. Niemand heeft dankjewel gezegd. Nee, dat is echt belachelijk. Ik ben leuke aardig, maar move. En ik mag het niet zeggen, maar suipen! Je mag niet roken in de slaapkamer, einde conversatie. Ik kom net mijn bed uit, me. Gewoon netjes aan je zeg. Frontwijs. This is my life. Today's
born to be. This is me. This is me. En hier is ze dan, Janine. Zo, hè? En dit was de eerste keer dat je je mama in je arm sloot, mama, terwijl ze oma is. Ja, op de verjaardag. Ja. Hey. Hey. Ja. Je staat nog steeds helemaal te shaken. Je ziet weer wat oude foto's. Je mag zo meteen rustig met ze praten. Ik wil één ding van je weten. Je ging alleen het huis in. Ja. Dus de helft van jouw kluisje moet naar iemand die je voordat je Big Brother inging niet kende. Ja. Naar wie gaat het? Tijn. Tijn? Ja. Oh, mama Tijn. Ja, dat gaat naar Tijn. Oh, je dacht ik. Maar dan blijft het in de familie. Wat schattig. Ga lekker kussen, zoenen, omhelzen, genieten. Komt goed. Ja. Ik sta nog steeds te shaken, maar het komt wel goed. En of die beentjes, hè? Of die lange benen shaken, zeg maar. Dat wel, dat wel. Dat hebben we gezien. Ja, dat weet ik. Lieverd, schat. Oh, wat zei je dat vaak, hè, lieverd? Ik heb dat niemand ooit zo vaak horen zeggen, schat. Lieverd, bedankt. Zeg, ik moet ook even bijkomen. Ik ga even met het huis toch weer praten, want we hebben nog een weekopdracht natuurlijk. Even nog met Marcel huggen. Ja, was ik blij. Hallo. Hoi, hoe is de stemming nu? Kom je erbij? Nu is die. Trippelgraf. Trippelgraf. Mooi, dan heb ik nog wat leuks voor jullie. Er ligt namelijk een envelop op tafel. En Tijn, jij moet hem pakken. Je neemt iedereen mee naar de lounge. En daar ga je hem voorlezen. Heb je de envelop? Ja. Gaan we naar de lounge met iedereen? Is Marlies er ook? Beetje lachen, hè, op tv. Ja. Zo. Volwassen. Die dingen zijn wij. Ja, die dingen zijn wij. Oh, mijn god. Oh, joh. Tijn die voelt hem al aankomen. Oh, hey, bedankt, hè, Tijn. Thank you very much. Tijn, kan je nog herinneren wat je een paar weken geleden hebt gezegd over een rat? Ja. Kantaro. Haal de kaart maar uit de envelop, lees hem voor en ik wens jullie heel veel succes. Dankjewel. Lamplaat aan, dan net zoals die vier. Bewoners. Komt goed. Een tijdje geleden had Tijn behoefte aan beweging. Geef mij maar zo'n hamsterrat, zei Tijn. Flikker. Inmiddels weten jullie wel dat Big Brother alles hoort en ziet. Soms moet je dus over nadenken of dat wat je vraagt ook wel is wat je wil hebben. Want Tijn, hier staat een reuze hamsterrat dat de komende dagen draaiend moet worden gehouden. Het looprad is aangesloten op een lamp. De lamp moet blijven branden tot donderdagmiddag 1 uur. Wanneer jullie dat lukt, hebben jullie de weekopdracht gehaald. Om de lamp brandend te houden, moet met een bepaalde snelheid in het rad worden gelopen. De lamp gaat knipperen wanneer het rad te langsam draait. Nou, we weten het principe natuurlijk al, want ik heb het net al even voorgedaan. Maar er worden een paar pittige dagen voor de bewoners. Dat weet ik zeker. Dit was hem alweer, Big Brother Live voor deze week. Volgende week om 8:30 ben ik er weer. Kijk tot die tijd elke werkdag om 7:00 naar de dagelijkse uittelling. En wil je nou helemaal niets missen? Check dan www.bigbrother.tv. Daar kun je 24 uur per dag de bewoners volgen. Heel graag, tot volgende week.